Tijdens het Chinees festival in de Hortus in Haren konden de bezoekers kennis maken met roliebol. Maar hoe is roliebol eigenlijk ontstaan? Ja, roliebol is ontstaan in 1991. En daar heeft professor Bai Rong, Chinese professor van sportwetenschappen, heeft daar de nieuwe sport roliebol ontdekt. Bij een sport als tennis is na een slag de bal actief. Het stuitert als het de grond raakt. Hierdoor neem je een verdedigde houding aan. Je trekt je terug met je arm en het racket, om er daarna een geweldige slag mee naar voren te slaan. Dit zorgt vaak voor een vrijgespannen houding, waardoor blessures kunnen ontstaan. Hoe is dit bij roliebal? Bij roliebal is het belangrijk dat je zowel de innerlijke kracht als de uiterlijke kracht in balans krijgt. Met de oefeningen die we doen, je strekt wel je geheel uit, maar van binnen is het zacht en ontspannen. Het is niet hard-hard, maar het is zacht en hard werken samen in één verband. En dat gebeurt dan ook met de linkerhand en de rechterhand, zodat allebei de delen van het lichaam worden belicht in de sport. Geef je ook cursussen of trainingen? Ja, er worden in Groningen worden trainingen gegeven voor mensen die de sport willen leren als de sport waar ze hun bewegingen willen leren. Die cursussen die worden gegeven aan de Hoornse Plas in Groningen. En er zijn ook cursussen voor mensen die buiten Groningen komen die trainer willen worden. De sport is nog in het beginstadium, dus de mensen mogen ook trainer worden. Zodat ook meer trainers mensen kunnen opleiden als speler. Roliebol is een racket- en balspel voor jong en oud. Voor mensen met of zonder beperkingen. Waar kunnen deze mensen informatie krijgen over roliebol en cursussen? Ze kunnen zich aanmelden op de website www.roliebol.nl. Wordt geschreven met twee L'tjes. Daarop staat de informatie voor de cursus in Groningen of elders. Ik kom nu net een meneer tegen en met een prachtig fototoestel, die best wel wat kan, zo te zien. Ja, die kan inderdaad wel wat, ja. Ja, wat doet u daar precies mee? Nou, wat ik eigenlijk doe is, ik hou me bezig met natuur, macro, ook wel studiofotografie. Ik heb een hele kleine fotostudio hier in de wijk. En voor verkeerde fotografie, portretfotografie. Dus dat doen we al een tijdje. Hoe lang fotografeert u al? Ik fotografeer al vanaf mijn 15e, dus vanaf de analoge tijd. Met de donkere kamer en allerlei chemische baden en nog meer. En het is eigenlijk begonnen als een hobby. Ja. Het is een kinderhobby eigenlijk meer, samen met een of ander vriendje. Waar haalt u inspiratie vandaan? De inspiratie haal ik uit dus heel veel verschillende dingen. En waar gaat uw voorkeur uit? Mijn voorkeur? Ja. Ik heb niet echt een specifiek een bepaalde voorkeur. Nee. Maar nog even over de vraag van waar haalt u inspiratie vandaan? Daar ben ik dan wel niet naar. Ja, nou die inspiratie die kan zich overal voordoen. Ik kan iets tegen iets naar me aanlopen op datzelfde moment. Ontwikkelt zich bij mij wat. Mm-hmm. Zelf heb ik een eigen site, onder de noemer studio97.nl. Ja. Dat is een meer een bloggerichte site. Ja.
waar ik dus inmiddels berichten en foto's in combinatie maak, dus met verhaal. Mm-hmm. En daarbij hebben we nog een andere site en die is voor elke fotoliefhebber en hobbyist, maar ook de pro, misschien interessant. Dat is 1920hd.nl. Mm-hmm. Dat is een site met alleen maar foto's? Dat is een site met alleen maar foto's. En dat zijn fotografen uit heel Nederland die daar aan het meedoen. Dan kijk ik even wat voor instelling ik op dit moment heb. Ik zit nu op mijn 80ste. Nou, dan moet dat nog kunnen. En deze is qua scherpte wel goed. Ja? Ik zal het je laten zien. Dit lijkt niet scherp, is het dus wel. Want, op een wat groter scherm zul je dus zien dat het dat allemaal. Kijk, ja. Bij macro heb je natuurlijk alles wat dichtbij is scherper dan iets wat verder afkomt. Ja. Nou, u heeft ons in ieder geval een staaltje laten zien. Ja. En nou, ik vond het heel interessant om het verhaal van u te horen. En ik zal op uw site kijken. Ja, zou ik dus zeker doen. Ik wil, je komt op beide sites kom je best echt heel leuk materiaal tegen. Thank you.
dank is er mee. Tot de volgende!